Welkom bij een spellenzonde, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op Paparazzoo, uitgegeven door Kembe Games. Het is een spel voor 3 tot 5 spelers waar je ongeveer een half uurtje tot 75 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel ben jij een group leader die een sliert toeristen met zich meeneemt door een drukke dierentuin. En die toeristen willen niets anders dan mooie foto's maken van de verschillende dieren in de dierentuin, want dat levert uiteindelijk punten op. Ondertussen is er ook nog eens een keer een gorilla uitgebroken en die valt de toeristen en de leiders lastig en voorkomt dat zij fatsoenlijk kunnen fotograferen. En daarmee kun je elkaar dus een beetje pesten. Het spel wat ik jullie ga laten zien is een prototype, dus de uiteindelijke vormgeving en regels kunnen nog wijzigen ten opzichte van wat ik jullie uitleg. Maar laten we maar eens beginnen met een blik werpen van wat er in de doos zit. Het spel is bedacht door 5 heren, Ilko, Casper, Ernst, Martijn en Bart. En wij krijgen de spelregels, in dit geval alleen nog in het Engels. En zoals ik al zei, ik heb een prototype, dus ze zijn gewoon uitgeprint. Maar de regels op zich zijn overzichtelijk. Verder krijgen wij de verschillende fiches die de foto's voorstellen, die wij gaan nemen. We krijgen onze leider en de verschillende toeristen die je meeneemt door het spel. De actiekaarten, het fotoalbum, oftewel het spelersbordje voor elke speler, waarop je je fotootjes mooi kan bijhouden. We krijgen een startspelermarker, we krijgen Kembe de gorilla en een paar andere markers, reference kaartjes voor de spelers en het speelbord met erop de diverse gebieden waar de dieren in zitten en de paden voor ons om er omheen te lopen om mooie foto's te maken. Dat is wat we krijgen. Tijd om een spelletje op te zetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit, in mijn voorbeeld even opgezet, voor 3 spelers. Elke speler krijgt zijn eigen fotoboek, de toeristen in zijn of haar kleur met de toeristenleider. Je kiest een van de startposities, die zijn gemarkeerd op het speelbord. En afhankelijk van de hoeveelheid spelers moet je even kijken waar je mag starten. Dit is, met 3 spelerspel zijn er 3 vakjes waar een 3 in staat. Normaliter begin je met jouw group leader en 1 toerist, maar in een 3 speler variant krijg je gelijk 2 toeristen. We sorteren de dieren en in elk verblijf leggen wij een aantal dieren gelijk aan de hoeveelheid spelers. En je hebt van elk soort dier heb je er 3. Dus we hebben de papegaai, de toekan en nog een verrassing. En die plaats je gewoon willekeurig. Dan leggen wij de janitors, de schoonmakers, op de startposities. We leggen de lone tourist markers op de startposities. Staat allemaal keurig afgebeeld. En Kembe de gorilla begint hier in het midden bij zijn eigen standbeeld. Dan hebben we hier de eventkaarten, die schud je. We leggen er 3 open. Dat zijn de sets waarmee extra punten te verdienen zijn. En dan hebben we de actiekaarten. Op de actiekaarten staan 2 elementen die belangrijk zijn voor het opzetten van het spel. Aan de ene kant staat hier vanaf hoeveel spelers deze kaart meedoet. Vanaf 3 of meer spelers. We zijn een 3-spelerspel aan het spelen, dus ik heb alleen deze kaarten nodig. En verder zie je hier stippen staan, waarvan er een aantal ingekleurd zijn. Allereerst pak je alle kaarten met een stip helemaal links. En de andere kaarten sorteer je ook op 2, 3, 4 en 5 stippen. Het spel wordt gespeeld over 5 rondes. En in elke ronde komen de kaarten met de juiste hoeveelheid stippen erbij in het spel. Dus de eerste ronde hebben we alleen de 1 stippen. In ronde 2 komen de kaarten met 2 stippen erbij. Enzovoort. De kaarten die we hebben, dus de 1-stippers, die worden eerlijk verdeeld over de spelers. Dus iedereen krijgt 4 kaarten om mee te beginnen. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen binnen de 5 rondes die dit spel duurt. En punten krijg je door foto's te nemen van dieren. Elk dierenfotootje is een punt waard. Als je het doet tijdens feeding time is die zelfs 3 punten waard. Je krijgt punten voor een volledige set. Dus heb je alle dieren van bijvoorbeeld de ijsverblijven, krijg je 2 bonuspunten. Hier liggen 3 environment kaarten. Als je die set, degene die als eerste die set verdient, pakt die kaart. En die krijgt nog eens een keer 4 bonuspunten. En je hebt de lone tourists. Als je die verzamelt krijg je ook punten. De eerste die je krijgt is 1 punt waard. De tweede is 2 punten. De derde 3 punten. Dus heb je er bijvoorbeeld aan het einde van het spel 3. Is dat 1 plus 2 plus 3 extra puntjes. Dus dat zijn de punten die je kunt verzamelen. Degene met de meeste punten wint. Dus laten we maar eens een spelletje gaan spelen. Het spel wordt gespeeld, zoals ik al zei, over 5 rondes. En elke ronde bestaat uit 3 fases. De eerste fase is de preparation fase. De preparation fase wordt in de eerste ronde overgeslagen. Maar wat je doet is, je gaat de bovenste feedingkaart openleggen. En vanaf ronde 2, je kijkt naar welk verblijf dat is, in dit geval de vogelverblijven. Je draait alle foto's om naar de sterrenzijde, want deze zijn deze ronde in plaats van 1 punt 3 punten waard als je ze weet te fotograferen. En je legt de oude feedingkaart af. Daarna ga je kijken naar de actiekaarten die voor de beurt niet gebruikt zijn. De tweede fase is de draft fase. Daarin krijgt iedereen dus weer 4 kaarten. Van die 4 kaarten kies je 1 kaart die je zelf wilt houden. De rest geef je met de klok mee aan de volgende speler. En uit de 3 kaarten die je dan krijgt, kies je er weer 1. Je geeft het weer door. Je kiest er weer 1. En de laatste kaart die overblijft, die verwijder je uit het spel. Wat zien we op deze kaarten staan? 4 symbolen. We zien de voetstapjes, die staan voor het verplaatsen van jouw groep toeristen. We zien de fotocamera, daarmee kun je dus een fotootje gaan maken van een van de dieren. We zien de gorilla, daarmee kun je Kembe gaan verplaatsen om je tegenstander een beetje te plagen. En we zien de ster van de speciale actie, daarmee kun je speciale acties doen. Op de kaarten zie je meerdere symbolen staan. Als ze gewoon op deze manier afgebeeld staan, betekent dat ik een speciale actie mag doen en een foto mag nemen. Ik mag zelf bepalen in welke volgorde en ik ben ook niet verplicht om alle acties uit te voeren. Staan er meerdere symbolen op, maar met pijltjes, dan wil dat zeggen dat ik de acties in deze specifieke volgorde moet doen. Dus eerst een foto en dan Kembe 2 keer verplaatsen. Maar na de draftfase heeft iedere speler dus 3 kaarten op hand. En dan gaan we naar de derde fase, de actiefase. En in de actiefase begint met de startspeler. Speelt elke speler 1 kaart, handelt die af, volgende speler. En zo met de klok mee tot we allemaal 3 kaarten hebben gespeeld. Belangrijk is, alle symbolen op de actiekaarten zijn vrijwillig, met als uitzondering de gorilla Kembe. Als je een Kembe-symbool speelt, moet je Kembe verplaatsen. De eerste actie is de move-actie. En de move-actie wordt altijd uitgevoerd met jouw leader. Je beweegt hem naar een van de aangrenzende lege spots. En als daardoor een gat ontstaat tussen de groep toeristen en de leader, dan slierten zij achter je aan. Oftewel, als de leader bijvoorbeeld hier naartoe zou bewegen, dan sliert deze toerist hierbij. En dan krijg je als het ware een slang en zo beweeg je over het veld. Als de leader nu hier naartoe gaat, dan schuiven al die toeristen daar vrolijk achteraan. En zo komen zij in verschillende posities om foto's te nemen. De toeristen en leiders van andere spelers blokkeren het pad van de leider. Dit soort schoonmaakcrews blokkeren het pad en Kembe zorgt er ook voor dat je niet verder kan. Dus daar moet je rekening mee houden. Dat is de movement. Het fotosymbool geeft de speler de mogelijkheid om een foto te nemen per symbool. Je mag alleen maar foto's nemen van dieren waar jouw toeristen of leider aangrenzend aan is. Dus in dit geval zou ik een foto kunnen nemen van de papegaai, de dolfijn, de olifant of de krokodil. Want mijn toeristen zijn daar aangrenzend. Als ik een foto neem, nou, deze is toevallig in feeding time, dus die foto neem ik. Plaats ik hem op mijn bordje in het overeenkomstige vakje. En dat betekent dat ik dit dier niet nog een keer kan fotograferen. Ik kan maar 1 foto maken van elk dier. En als iemand Kembe bij jouw groupleader of een van je toeristen heeft gezet, dan mag je geen foto's maken tot je Kembe weer weg weet te werken. Met het Kembe-symbool mag je Kembe verplaatsen. Verplaats eigenlijk op dezelfde manier als jouw groupleader. Je brengt hem naar een van de aangrenzende vrije paden. Alleen Kembe wordt niet gehinderd door toeristen, door schoonmakers. Die kan overal gewoon vrolijk naartoe gaan en zo kun je elkaar pesten. Of hem juist een beetje aan de kant zetten, zodat jij weg kan komen. En het laatste symbool wat jullie zien is het speciale symbool. Met de speciale actie kun je eigenlijk kiezen uit 3 verschillende opties. Je kunt, als jij met jouw sliert toeristen op zo'n lone tourist staat, mag jij met een speciale actie die lone tourist visje, dat voeg je toe aan jouw spelersbordje en je zet een nieuwe toerist bij. En daardoor wordt je sliert langer, kun je dus op meer verschillende plaatsen foto's maken, maar aan de andere kant kan Kembe je ook weer makkelijker pesten. Wat je ook mag doen met de speciale actie is zo'n cleaning crew 1 stapje verplaatsen. En die verplaatst op dezelfde manier als jouw group leader. En de laatste optie is dat je jouw leider van de kop van de stoet toeristen naar de staart brengt. Je zet hem bij de achterste toerist van jouw sliertje toeristjes. En van daaruit kun je hem weer gaan bewegen naar de vrije beschikbare paden. Maar op die manier worden de kaarten gespeeld en de acties die erop afgebeeld staan afgehandeld. En zo gaan we door tot we dus allemaal 3 kaarten gespeeld hebben. Dan is de ronde voorbij. Gaat de startspeler mee naar de volgende. Er komt een nieuwe feeding. We gaan weer de 2 kaarten eraan toevoegen. En we delen iedereen weer kaarten. Kleine draftronde. Enzovoort, enzovoort. En zo gaan we door tot we 5 rondes gespeeld hebben. Dan gaan we alle punten die we verzameld hebben bij elkaar optellen. En degene met de meeste punten is de winnaar van Paparazzoo. En zo wordt het spel gespeeld. Paparazzoo is een eenvoudig, kleurrijk en vrolijk spel. Maar wat ik ontzettend leuk vind is dat er onder die mooie, vriendelijke uitstraling een gemeen laagje zit. Je bent elkaar aan de ene kant aan het pesten met Kembe, met de schoonmakers. En door met jouw sliertoeristen bepaalde secties van de dierentuin te blokkeren. En aan de andere kant is het spel ook echt wel wat tactischer dan de redelijk eenvoudige regels doen vermoeden. En dat zijn 2 punten waar ik aangenaam door verrast was. De vormgeving is leuk gedaan. Ik vind het thema ook grappig dat je met zo'n sliert toeristen door de dierentuin aan het lopen bent. En het enige wat zij willen is foto's maken terwijl jij probeert de beste routes uit te stippelen. En ondertussen word je door allemaal concurrenten en schoonmakers en een wilde gorilla lastiggevallen. Nou, dat beeld wat ik daarbij krijg vind ik gewoon grappig gedaan. Maar wat ze goed gedaan hebben is, het spel zelf is taalonafhankelijk. De symbolen die ze gebruiken zijn simpel en helder. Ja, en het spel zelf heeft een eenvoudig mechanisme. Je kunt gaan wandelen, je kunt fotootjes maken, je kunt Kembe verplaatsen. Of je kunt een speciale actie doen. Afhankelijk van de kaarten die je krijgt. Ze hebben 2 mechanismes gecombineerd. Een stukje drafting, waarbij je dus kaart kiest, doorgeeft. De kaarten van je buurman krijgt, kaart kiest, doorgeeft, etc. En het collecteren van setjes. En daarmee scoor je punten. Maar wat ik al zei, onder deze redelijk eenvoudige schil gaat best nog wel een listig tactisch spelletje geschuil. En dat is erg grappig gedaan. Maar dat maakt dat Paparazzoo in mijn ogen uitstekend geschikt is als een familiespel. Het is laagdrempelig om in te stappen, maar er zit genoeg variatie en er zitten genoeg mogelijkheden in om het toch elke keer weer uitdagend te maken. En voor jezelf om toch nog meer punten te scoren of je tegenstanders nog beter dwars te zitten. En dat alles bij elkaar maakt Paparazzoo tot een eenvoudig, interactief en kleurrijk spelletje met een klein gemeen pestrandje eraan. En een leuke uitdaging waarbij je probeert om zelf zoveel mogelijk punten te scoren door efficiënt met jouw toeristen door de dierentuin te rennen. De vormgeving is leuk gedaan, de spelregels zijn helder opgezet en dat alles maakt dat ik dit van harte kan aanraden aan de familiespelers. Maar ook de meer doorgewinterde spelers zullen met Paparazzoo hun lol op kunnen. En het is om die reden dat ik dit spel een dikke 7 heb gegeven. Not spell and solder.